Nou, we begonnen maandag in de jaren 60 met Connie Vink. We hebben natuurlijk Ben Kramer gehad. Ja, wie hebben we nog meer gehad? Ronnie Tober. Ronnie Tober natuurlijk. We hadden gisteren Imca Marina. We sluiten deze jaren 60 week af met Johannes Bouwens, moet ik eigenlijk zeggen. Hans Bouwens, maar iedereen kent hem natuurlijk als George Baker. En hij is hier samen met Jan Akkerman, die een lekker knabbeltje heeft, zoals het ook in de jaren 60 ging, op een verjaardag. Ja, ja. Nou, heren, het moet toch op. Welkom. Ja, toch? Ja, dankjewel. Maar ze zijn wel een beetje oud. Ja, ze zijn al 63 namelijk. Oh, daar, zie je ja. Wel. Ja. Nee, maar het is natuurlijk decor, hè, dit. Ja. Dat moet je eigenlijk niet opeten. Nee. Jawel. Mannen, wat leuk dat jullie er zijn. Dat lijkt het toch. En vooral dat jullie... Zou je iets dichter bij de microfoon alsjeblieft willen zitten? Is dat zo? Ja, graag. Ja. Want die stoel die nodig uit om even lekker... Dat heel mooi. Zou je de headphone iets harder kunnen zetten? Ja, dat is, jullie hebben zelf een knopje. Hè? We zelf. Knopje eronder. Ja. Zo gaat het. Door nou, je zeggen. Nou is het harder. Ja, zo beter? Ja, zo horen we elkaar. Goed zo. Nogmaals, welkom man. Het gebeurt niet heel vaak. Dankzij dit apparaat kunnen we weer naar het toilet. Ja. Het gebeurt niet vaak dat jullie samen ergens zitten. Ik heb Jan de laatste keer gezien. Ik denk dat 40 jaar geleden is of zo. Serieus? En dat was op de kop van de Asserdijk. Had je vroeger dat restaurant, weet je dat nog, in Friesland. Ja. Daar kwamen alle muzikanten s'avonds die in Friesland hadden gespeeld. Ja. Die kwamen daar samen. En het restaurant had een bijnaam, dat heette het Gekkenhuis. Een surg. Ja, in Zürich, ja. Ja. En daar ben ik Jan één keer tegengekomen. Maar wij bewegen ons in verschillende werelden gewoon. Daar komt het wel een beetje op neer natuurlijk. Ja. Nu of toen ook in de jaren 60? Ook in de jaren 60. Want hoe zagen jullie werelden eruit in die tijd? Nou ja, wij speelden waarschijnlijk in een iets ander circuit gewoon. Ik bedoel, Jan was de man van Brainbox en later van Focus. Ja, dat was toch wat meer... Daarvoor, met de Hunters. Ja, dat zou best kunnen. Maar dat was toch meer wat rock achter muziek gewoon. En wij zaten toch meer in wat zachtere popmuziek. Was dat meer commercieel, wat George Baker deed? Ja, kijk, in die tijd, als je het gemaakt had... Dan speelde je in grote dancings. En ja, dancings had je in Nederland in die tijd ongeveer 2000. Maar bijvoorbeeld sporthallen of stadions en dat soort dingen, dat bestond helemaal niet. Nee. Dus. Maar hoe keken jullie dan, Jan, naar de muziek van iemand als George Baker? Haalde je daar dan ook je neus voor op of zei van, nou, we kunnen dat ook wel waarderen? Ja, dat vind ik een misvatting. Ja? Ja. Het is een vraag, hè? Ja, nee, maar dat is mijn antwoord. Ja? Ja, nee, ik heb, weet je... Ik heb geen zin om tegen mijn eigen tekortkomingen aan te kijken... en ook niet die van anderen. Ja, nou ja, kijk, we hadden het er net over. En ik vergelijk het al, ik zeg het altijd zo. Je hebt twee slagers. De een die verkoopt fantastische biefstukken... en de andere verkoopt fantastische koteletten. Maar wat ze samen doen, is verkopen van vlees. Ja, dat is in de muziek ook zo. Ja, slagers, wat wij doen, wat overeenkomst is... We maken muziek. Ja. En dat is genoeg. Tuurlijk. Hey, dus even terug naar het begin. Ik heb me altijd verwonderd over de naam George Baker. Selection. Ja. Waar komt die naam vandaan? Wie heeft dat verzonnen? Bedoel je nou George Baker? Wat bedoel je Selection? Selection. Ja, nee, nou, in die tijd had je vrij veel beentjes met waar Selection dan achter stond. Exception. En de naam Selection. George Baker... Ja, Exception Selection. Ja, de naam George Baker die komt eigenlijk uit een detectiveboek van Harold Robbins. Ja. En de Private Eye was George Baker. En we hadden toen een soulband. Maar toen we Little Green Back maakten, had het niet zoveel met soul te maken. Dus die band die moest een andere naam hebben. Ja, nou, toen kwam George Baker boven. Gewoon die naam uit het boekje? Uit het boekje. Ja, ja. En Jan, jij liep als kleine man rond in Amsterdam natuurlijk. Ja. Hoe ben je in aanraking met muziek gekomen? Want jouw vader of je familie, dat was niet echt muzikaal, hè? Jawel. Ja? Ik kwam erachter dat mijn tante kwam met een foto... waar mijn vader gitaar zat te spelen 10 jaar na zijn dood. Maar hij was geen muzikant, toch? Nee. Dat was gewoon voor de lol, voor de hobby. Exact. Ja. Nou, maar ja. Dat doe ik ook nog steeds hoor. Het klinkt misschien een beetje raar, maar het is wel zo. Nou, maar dat is misschien... Ik doe altijd geklets over professioneel en zo. Volgens mij zijn dat publieke dames die professioneel zijn. Ja. Die raken de gevoelige snel. Ja. Nee, maar eigenlijk zijn we gewoon hobbyisten. Daar komt het eigenlijk op neer. We hebben gewoon... Met het geluk. Werk gemaakt. En als je ouder wordt, dan wordt het werk weer je hobby. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, is dat zo? Is het een tijdje dan gewoon... Werd het echt als werk gezien dan? Nee hoor, ik heb nooit als werk gezien. Jij wel, Jan? Heb jij dat nee. Ik heb mijn leven al vakantie.
Ja. Je doet af en toe leuke dingen tussendoor. Ja, toch? Ja, ja. Hoe ben je ooit in aanraking... Motorrijden. Ja, leuke hobby. Maar hoe ben je ooit in aanraking gekomen met Thijs Verleer, waar je focus mee had? Ja, dat is een raar verhaal eigenlijk. Ik zat in Brainbox. Ja. En ineens stond die Ramses Shaffy voor mijn deur. Jan, je moet met Thijs Verleer gaan spelen. Dat wordt wereldberoemd. Laat die klootzak nou gelijk hebben. Ja. En voor ik het wist, stond Thijs Verleer met zijn fluitje op het podium. Want ik had een plaatje gemaakt met Brainbox. En daar zat ook een fluitje in. Ja. 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 En dat was van Tom Barlage. En die deed dat heel goed. Nou ja, maar Verleer die moest natuurlijk... die moest en zou met dat bandje meespelen. Op instigatie van Ramses. Ja. Nou, zo is het gekomen. Ja. Ja. Maar jullie maakten wel een hele... Nog steeds spijt van. Maar goed. Nee, serieus? Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Dat opent, heeft deuren voor je geopend. Maar jullie maakten wel een andere soort muziek. Het was niet commercieel, in eerste instantie. Allemaal gelul. Ik vind iedere vorm van muziek die je op een plaatje uitbrengt, is gewoon commercieel. Anders doe je dat niet? Nee, natuurlijk. Ja. Ja, anders toch, weet je wel, alleen nee, maar... de een heeft die stijl en de ander heeft dat. En alleen de een vindt meer aftrek dan de ander, hè? Het heeft meer fans dan... Weet je, dan het dan leuke is in die muziekindustrie is dat het gewoon een hele grote verscheidenheid. En dat is ook weer een eenheid in die verscheidenheid. Beetje zo moet je slager zien. Eigenlijk. Ja. De een heeft een goede koteletten, de ander een mooi biefstuk. Jullie zijn allebei... We zitten hier natuurlijk in de week van de jaren 60. Nou ben je begonnen, Jan, als ik het goed heb... Begin jaren 60, 1961. Nee hoor, nee, nee. Nee, alles wat op Wikipedia en op website staat... is allemaal niet goed, heb ik het idee, hè? Nee. Nee? Mijn eerste bandje... waar ik in mocht meespelen, was ik 11. Ja, maar dat was dat professioneel dan, al in die tijd? Dat zit ik net uit te leggen. Ja, dat weet ik wel. Ja, nee, maar dat is toch zoals mensen dat dan zeggen. Je hebt je beroep ervan gemaakt, laat ik het zo zeggen dan. Nee, nooit over nagedacht. Nee? Nog gekker. En ik was 11, 12 en ik was ben begonnen als bassist. Maar daarvoor speelde ik accordeon. Ik was Amsterdamse. En ik ben begonnen op de trekzak. Trekzak? Ja. Ja. Met was ik, oud was ik? 5. Maar hoe kwam die liefde voor de gitaar dan? Mijn vader zat in de autohandel. En heel erg veel banden met zigeuner. Halfweg Amsterdam. Ja. Zigeuner mensen. Nog steeds een beetje daar die tijd. En toen kreeg ik op een gegeven moment accordeonles van Taplo Rosenberg. Oh, zo ja. Of Rosenberg, ik weet niet meer hoe die meer deed. Ja. En daar kreeg ik accordeonles van op het kamp. Halfweg. En toen hoorde ik Django. Ja, dan was je verkocht. Ja, maar toen hoorde ik ook rock'n'roll, Elvis, Scotty Moore. Ja. En ik heb nog met hem staan te spelen in de Melkweg een jaar of 10 geleden met Scotty. Dan vond ik een ontzettende eer. Toen zei ik nog zoiets tegen hem van... ja, als je maar genoeg stront tegen de muur aan gooit... blijft er altijd wel wat plakken. Toen werd hij boos. Maar heb je het jezelf geleerd? Ja. Maar ja, goed, ik had dus al accordeonles. Ja, maar knopaccordeon of klavier? Ja, knoppen. Dus eerste audiotypist was ik. Dat is heel wat anders dan... Maar dat is toch heel anders dan of de knoppen of de snaren? Of komt het overeen met elkaar? Kon je het nee, je hoort de harmonie en de klanken. Die klinken, ja, maar gehoor. Ja, tuurlijk. Ja. Dus zelf wegwijs gemaakt op de gitaar uiteindelijk ook? Ja. 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 Maar we onderschatten het misschien een beetje... maar als je over de hele wereld toch Jan Akkerman noemt... dan kennen de meeste mensen jou... Ja, ik moet er zelf om lachen. Maar waarom dan? Nou, gewoon omdat het moet niet te veel stront op een te klein potje worden. Nee, maar op een gegeven moment heb je wel iets gedaan... wat mensen heeft bewogen, geïnspireerd. Nou, daar ben ik ontzettend trots op. Ja. Maar dat Hitler-gedoe, weet je wel, dat... Dat op een voetstuk zetten en ja, dat... Daar heb je niks mee, je bent er nuchter voor. Een beetje boven... Dat heb je gewoon nooit begrepen. Dat gewoon nee, iemand die, het gaat een bootje boven mijn begroting. Ik hou er niet van. Nee, maar dat heb je ook denk ik wel een beetje, George, of niet? Want jouw kennis is natuurlijk ook over Hedwig. Ik bedoel, je muziek is gebruikt in de grootste films. Ja, kijk, weet je wat dat is? Jan die zegt het al in andere woorden, maar ik zet op maandag zet ik ook de vuilnisbak buiten. Juist. Dus dat is het leven. En als je enorm veel succes hebt... Dan denk je, 3 maanden dacht ik dat ik de nieuwe Jezus was. En daarna ben ik weer zacht geland op aarde gewoon. Dus eigenlijk, ja,
het klinkt misschien zwaar, maar in het licht van de tijd stel het allemaal niet zoveel voor. Nee. Ik bedoel, ik heb mijn leven kunnen vullen met muziek. Ja. Ik heb gedaan wat ik het liefste wilde. Gewoon. Dat doe ik nog steeds. En dat vond ik eigenlijk veel belangrijker als de hele roem en de hele circus eromheen gewoon. Ja. Kijk, je kan er niet buiten, je kan er niet omheen. Het hoort bij de showbusiness. Ja. Maar het ging mij eigenlijk maar om één ding gewoon. Ik wilde gewoon, toen ik 13 was, wilde ik muzikant worden. Dat is me gelukt. Ik ontdekte zelf dat ik liedjes kon schrijven. Dat is me ook gelukt. En ik kan een aardig potje zingen. En daar heb ik mijn leven mee gevuld. En dat is voor mij het belangrijkste. Ja, ja, je kan een beetje schrijven. Hoeveel liedjes hebben we niet geschreven? 600? Ja, zoiets. Ik denk dat over 50 jaar is niet zoveel. We zijn er met 12 jaar geweest. Maar goed, miljoenen albums verkocht. Ja. 25 miljoen. Ja. Ik denk dat jij aan het einde van het jaar altijd een week bezig bent om alle Buma-rechten allemaal weer op de juiste plek te leggen, of niet? Nou, kijk. Het is natuurlijk al enige tijd geleden. En het is met Rooltjes zo dat het heeft de neiging om ieder jaar wat minder te worden gewoon. Maar is dat met Little Greenback ook zo? Dat was weer een opsteken. Ja. Maar je hoeft van mij geen medelijden te hebben. Laat ik maar zomaar zeggen gewoon. Ik heb mijn brood goed verdiend. En ik heb daar nog steeds natuurlijk ontzettend veel plezier van. Ik bedoel, ik krijg nog een substantieel bedrag binnen ieder jaar. Waarvan ik ruim kan leven gewoon. Het is toch wat, hè? Oh, dat vind ik mooi dat hij dat ook zegt. Ik heb er elk jaar nog weer plezier van. Ja. En dat typeert ook wat ze eigenlijk allebei proberen te zeggen ook. Ja. Proberen? Dat zeg ik gewoon hardop. Ja, maar we doen maar wat, maar de mensen vinden het leuk. Ja, nou, het is niet we doen maar wat. Ik bedoel, we weten verdomd goed wat we doen. Jan ook. Juist. Jan weet heel goed wat hij doet. Kijk, Jan zegt ja, professional. Maar iedere keer als je op het podium staat, dan probeer je het om het zo goed mogelijk te doen. Je blijft net zo lang oefenen tot het goed is. Ja, precies. Ja. Ja, daar komt het op neer eigenlijk gewoon. Ja. Maar je doet je uiterste best. Ja. Ik durf rust te zeggen, al die 40.000 optredens die ik heb gedaan, ik heb er nog nooit met mijn pet naar gegooid. Nooit gedacht van nou, vanavond doe ik het even minder, weet je wel. Nee. Kan ook niet, hè? Nee, het publiek, kan niet. De publiek heeft dat door, hè? Ja, nou, of ze het door hebben of niet, maar je kan het zelf niet. Je gaat ervoor gewoon. Hoe vaak worden jullie nu nog gevraagd voor optredens? En doe je dat ook allemaal nog? Hoe bedoel je? Als je nu nog gevraagd wordt voor ergens een gig, zoals ze dat zo leuk noemen. Doe je dat nog of zeg je van, nee hoor, ik... Nou, wel. Ik heb verleden week nog in Tsjechoslowakije gespeeld, hoor. Ja? Met de zonder corona stempel. Ja. Want dat hele corona... Je wordt er helemaal gek van al die papieren en zo. Maar goed, je doet het. Ja. Je stapt op de vliegtuig en gaat een beetje af. Maar zeg je dat tegen alles ja? Want er zullen wel vaak... Tuurlijk wel, waarom niet? Tuurlijk, ja. Waarom? Ik ben blij dat ik het nog kan doen. Ja, precies, dat is waar. Weet je wel, er zijn een hoop mensen die staan, die liggen al 3 meter onder de grond met de kikker omhoog. Juist. Ja, ik bedoel, als je wat ouder wordt, dan is dus elke gig is eigenlijk gewoon een feest. Ja? Ja, beleef het veel bewuster als dat je dat vroeger deed. Kijk, in de 70, 80 jaren, dan ging je elke week 5 keer in de week met die band op pad. Juist. Of je 6 weken lang zat je ergens in Duitsland of noem maar op. En het leven was een roes. Ja. En nu leef je naar een optreden toe. Ik doe er zelf nog tamelijk veel, 60, 70 per jaar. Echt waar? Ja, nou, dit jaar heb ik dan weer het plan. Of tenminste, het staat al voor een theatershow, begint in oktober, eindigt eind december. Ja, het is een beetje onzeker in deze tijd of dat allemaal wel doorgaat natuurlijk. Maar Una Corona Blanca. Ja, Una Corona Blanca. Maar ja, ik zou zonder... Dat is een mooie titel, hè, voor die show. Zonder zou ik het niet kunnen gewoon. Ik bedoel, zonder optreden is het leven toch een stuk minder kleurvol. Ja. Kun je, dus je kan je eigenlijk geen leven voorstellen zonder optreden. Dus je bent bijna 80, hè? 76. Ja. Nou, we gaan ook binnenkort... Over 4 jaar ben je 80, ja. Misschien wel een jaar of 10 aftreden. Ja. Zullen we eens even naar dat nummer luisteren waar het allemaal mee begon? Ja. 1969 eigenlijk voor Jus Baker. Little Green Bag. En zometeen ga je ook nog live voor ons, heb ik begrepen. Die andere grote hit is wel uit de jaren 70 natuurlijk. Maar iedereen kent ze natuurlijk ook van die witte duif. Hè? Una Paloma Blanca. Gaan we zometeen ook nog luisteren. Eerst Little Green Bag. Dit is de George Baker Selection. Wil je er trouwens een broodje bij? Als je nog wat...
koffie. We moesten dan speciaal halen. In de studio krijg je ook nog met elkaar te praten. Mannen. Ja, dat klopt, dat weet ik niet. Maar mannen. Ze zaten er niet aan. Jan Akkerman en George Baker. Oh, sorry. We zijn weer in de uitzending. Mijn mannen zitten gezellig volgens mij allemaal oude herinneringen met elkaar ook op te halen. Ja. Want jullie hebben elkaar al zo lang niet gezien. Nee. Hoe is dat dan? Vind je elkaar dan ook veranderd? Of zeg je, want ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken je natuurlijk nog van kinds af aan bij op volle toeren en weet ik wat allemaal. Je verandert eigenlijk helemaal qua uiterlijk niks. Je wordt ook helemaal niet oud. Nou ja, ik ben behoorlijk grijs geworden. Ja, grijs, dat is wat anders. Maar een oude kop heb je zeker niet. Gelukkig, dat is al een pak van mijn hart gegaan. Ja, kijk, weet je, dat was, vroeger was ik heel ijdel. En dan keek ik vaak in de spiegel gewoon. Tegenwoordig kijken wij in de spiegel 's morgens vroeg om te controleren of er niks afgevallen is. Ik kijk alleen maar in de spiegel en dan denk ik, nou oké, waarschijnlijk niet zo goed, maar ga je toch scheren. Ja, maar Jan, jij hebt ook gewoon nog een heel strakke huid en je ziet er ook niet oud uit, eigenlijk. Nee? Want je bent 68? Nou, Jan, zeg het maar. Ja. Nou, je handen gaan staan, zie je 17. Ja, 71. Nee hoor, 75. Bijna 75. Ja. Dus eigenlijk zijn jullie een beetje dezelfde leeftijd. Je wordt in december... Ik ben 76. 76, ja precies. Je wordt in december 77. 77. Hans, als je optredens doet, doe je dat alleen of doe je dat nog steeds met band? Allebei. Dus ik doe gewoon zeg maar met een tapeje. Ja. En ik doe het ook met een band, gewoon net wat de mensen willen. Is dat nog een deel van de originele band of niet meer? Nee, ik heb een heel ander. Ik werk eigenlijk met twee of drie bands. Ja. Komt eigenlijk op neer. Begeleidingsband, onder andere Marcel Visser band. Oh ja. Maar ik hou ook met een band uit. Als je me niet denkt dat je anders bent. Nee, ik ben helemaal niet anders. Ja. Maar en met een band uit Brabant en nog een andere band. En net hoe het uitkomt, welke band dus... Jezus Christus. Ja, welke band dus kan. Wat is lekkerder? Nou ja, kijk, dat moet je mij niet vragen. Want met een band is het natuurlijk altijd lekkerder. Ja. Kijk, met een band maak je muziek. En met een tapeje, ja, dat is meer echt entertainment gewoon. Dat is een totaal andere wereld. Ja. Maar die hele originele selection, hè, die eerst is die er nog? Heb je daar nog contact mee met die mensen? De enige waar ik eigenlijk nog echt veel contact mee heb, met George T., dat is de solo-gitarist, bij Kleine Indo. Ja. Want ja, die zit weer bij het management. En dan is het makkelijk, dat contact ja, makkelijk dus gelegd. Die spreken iedere week. En meestal als ik naar het buitenland ga... Weet die andere jongen, die is bankdirecteur geworden. Bankdirecteur? Lau T. Een jongen uit de geluid. T. Lau is dat dan, toch? Ja, nee, dat is een andere. Dat is een andere band ook trouwens. Dat is Lauwe T. Nee, maar de George die gaat ook altijd mee als ik optredens in het buitenland heb. Dus gewoon, ja, hij is eigenlijk al 50 jaar lang een vriend gewoon. Ja. Ja, en met een huwelijk, of een band is net een huwelijk. Als het afgelopen is, ga je uit elkaar. En dan is het tot ziens en wel rusten. Maar in een huwelijk zijn ook wel spanningen. Dan heb je zo ups en downs. Heb je dat ook wel meegemaakt in de band? Dat je dacht van, joh, ja, wie niet? Ik kan mee met die hele klote band. Wil je niet lachen, Jan? Nee, klote band niet. Ik bedoel, eigenlijk hadden wij wel een hele leuke club gewoon. Ja. Nou ja, als een band ook lang bij elkaar is, dan gaan zich clubjes vormen. En mannen en vrouwen? We gaan altijd met een paar mensen waar je dan mee optrekt. En de rest dan ook. Dus eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, we hebben in de George Baker Selection nooit geen enorme spanningen had gemaakt. Nee. Mm-hmm. Maar je had man en vrouw, hè? Ergens zeggen zo'n gouden stel. Je moet nooit vrouwen bij een band doen. Vrouwen bent ook geen mannen erbij doen, want dan krijg je donder van. Nee, kijk, als je een zangeres bij een band komt, dan moet ze of met iedereen naar bed gaan, of met geen einde. Ja. Ja. Hebben jullie vast met iedereen? Daar komt het eigenlijk op neer, gewoon. Ja. Nee, maar kijk, de sfeer verandert wel als er vrouwen bij komen, gewoon. Voordat de zangeres... Wordt gezelliger. Anders. Ja. Ik bedoel, voordat wij zangeressen kregen, kwamen er meer dames in de kleedkamer. Ja. Hield een beetje op gewoon, eigenlijk. Ja. Toen moest er een aparte kleedkamer bij komen. Ja, ook dat, ja. Ja. Jan, jouw eerste gitaar. Want we hebben hier namelijk twee gitaren staan. Hè, die heeft onze redacteur meegenomen. Hele dure. Wat zei je nou over die ene? Want toen zei ik, wil je een stukje spelen? Wat zei je toen? Lekker Russische legerviool. Russische legerviool. En heb je met name over die akoestische gitaar dan? Ook. Ja, oh, allebei. Het is allebei niet best. Dus, ja. Maar kun je daarop spelen? Want net wat George ook zei, je allereerste gitaar zal ook niet een heel goede gitaar zijn geweest. Nee, dat was 5 gulden, geloof ik, op Waterloopplein. Mm-hmm. En afgekrapt helemaal met een stuk glas.
In de gele verf. En dan met een kaars gewoon al die vlammen op de hals gemaakt. Ja, 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 ja. Dat is echt geen porum, maar goed. Maar kun je wel een stukje spelen op een van die gitaren die we hier hebben? Nou, probeer het. Maar welke wil je hebben? Oh, Arnoud gaat hem voor je halen. Nou, ik doe wel even die akoestische. De akoestische, er komt iets meer geluid aan. Ja, die plank, daar komt niks aan. Nee. Kijk. Even kijken. Zo herken je de artiest natuurlijk ook. Hè? De echte gitarist, die heeft altijd zijn plectrum bij zich. Alsjeblieft. Ja. We doen het gewoon zo voor de techniek, eventjes. Even kijken hoor. Is die gestemd? Is die goed gestemd? Etcetera. Nou, dat klinkt toch helemaal niet zo verkeerd. Fantastisch. Ik vind het hartstikke goed. Ik vind het echt heerlijk. Ik ben helemaal... Gooi maar ergens erachter neer, joh. Hocus pocus. Ja, ik wou net invallen met dit jodelstukje. Dan schijt het weer uit. Ja, dat is jammer. Nou, dat is even doorgegaan dan. En nee. Sommige dingen gaan boven mijn begroting. Ja. Oh, mannen. Ik heb skintels voor geleden. Kom. Ja. Eine Alpensymphonie. Hoe is dit eigenlijk wat je nu net hebt gespeeld, hè, Jan? Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe gaat dat? Zit je dan gewoon met elkaar en een beetje... Nee. Ik had deze lik, zeg maar, had ik al... Een lik is... Wat is een lik voor mensen die dat niet weten? Dat is een riedeltje. Een strofe uit een muziekstuk. Ja. Dat heet in het Amerikaans een lik. Ja. Ja. Keith Richards. Klaar. Get no satisfaction. Yeah. Maar Hocus Pocus, dit was de lick die ik eerst had bedacht. En die was eigenlijk geënt op een stuk van Frank Zappa. Oh ja? Ja, en een stuk dat heette Willy de Pimp. Het was gezongen door Tony de Vries op een LP die heette Peaches and Regalia. En daar luisterde ik toen de tijd heel veel naar van mooi nog. Dat is tijdloze muziek. Ja, hoe je het ook wil noemen, ik vind het gewoon mooi. Is gewoon mooi, ja. Ja. En dus ik heb maanden aan die lik zitten prutsen. Toen begin die, weet je, dat is een beetje absurdistisch. Ja, precies. Ja, dat is hem, hè? Dat is hem. Volgens mij hebben we het stukje geluid hebben we ook nog waar het eventueel op gebaseerd is. Dat kunnen we luisteren op de PC-video. Ja. Is het dit? Ja, hè? Ja, mooi dit. Voor de echte gitaarliefhebbers is dit natuurlijk het summum, hè? Dit is wel genieten. Frank die had een hele aparte stijl. Hij speelde altijd solo's in één akkoord. En dat hield ik ook ontzettend veel. Ja, maar de grootste hits zijn in heel weinig akkoorden geschreven. Ze zeggen, ja, een symfonie van Mozart of één of twee akkoorden. Mm-hmm. Ja. Drie maximaal eigenlijk. Ja, maar hun hebben ze geteld. Ja, ja. Beatles toch ook? Beatles is toch ook maar drie akkoorden? Ja, nee, ze hebben een paar meer in hier en daar. Maar ja, zelfs nog meer, ja. Ik vind drie akkoorden en de duivel is precies genoeg. Ja, juist. Ja. Jan, jij bent natuurlijk je bent heel erg nuchter eigenlijk. En zegt van, professional, ach ja, ik maak gewoon muziek en dat is hartstikke leuk. En als mensen inderdaad, als ik binnenkom... dan heb je zoiets van, dat doet het normaal. Maar je hebt met grote namen gewerkt, heel veel grote artiesten. Behalve met Jos. Met echt grote artiesten heb je misschien gewerkt. Misschien komt het ooit nog eens, dat weet je niet. Dat gaat wel gebeuren gewoon. Maar waar heb je nou een warme gevoel? Wat je zegt, van ja, daar kijk ik heel fijn op terug. Dat was echt, maar die artiest werken, dat was altijd een feestje. Ja. Ik vind het altijd een feest, maakt niet uit hoe ze heet. Is er geen enkele artiest geweest waarvan je zegt... nou, daar werk ik nooit meer mee samen. Wat een vreselijk... Thijs van Leer. Nee. Daar werk ik nooit meer mee samen. Hebben we het serieus? Absoluut niet. Nee, toch? Ja, toch. Echt waar? Werk je nooit meer met Thijs van Leer samen? Nee. Wat is daar gebeurd? Nee. Waarom? Gewoon, dat is iets wat niet bij me past. Meer dan? Nee. Dat is waar we het over hebben. Huwelijk, zo, dat gaat uit elkaar. Ja. Want jullie zaten in Focus. Ja. Met Thijs van Leer. Ja. Mooi. Maar als je hem nu tegenkomt en dan zegt, eventjes Jan. Nee. Koek eens op. Ja. Maar is daar ruzie geweest dan of zo? Of is het gewoon... Nou, mag je wel zeggen.
Ik bedoel, als je constant uitgemaakt wordt als bouwvakker, muzikale bouwvakker en dat soort dingen, dan ben je toch uitgepraat met zo iemand. Wat deed hij dat? Ja. Aan publiek? Ja. Stelde de man zichzelf boven jullie allemaal dan? Vond hij zichzelf zo goed? Ja. Ja, ja, meesters zijn soms tussen genialiteit en waanzin zit een heel klein lijntje. Ja. Ja. Nou, ik vind het ook gewoon gek noemen, hoor. Ja. Goed. Volgende mij wordt het tijd om even een rustig deuntje tussendoor te gaan. Ja, ik denk, we noemen even een naam en dan komt het wel goed. Maar met André Hazes dan bijvoorbeeld. Je hebt ook met de grote André Hazes. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat is gewoon leuk. Dat is gewoon leuk, ja. 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 Het is gewoon een beetje in dezelfde boomgaard gestaan. En Amsterdamse humor. Ja, dat is gewoon een feestje. Dat moet je snappen. Ja. Waar heb jij de beste herinnering aan eigenlijk? Als je niet alleen de jaren 60, maar gewoon je hele carrière. Of is gewoon elke herinnering mooi? Ja, de meeste herinneringen zijn mooi geworden. En de tijd maakt ze alleen maar mooier. Zo moet je dat zien. De tijd geeft het een speciale... Geeft het een speciale glans gewoon. Ja, romantiseert. En de mindere dingen die verdwijnen gewoon. Die vergeet je. Maar er zijn zoveel leuke dingen geweest. Verdringen. Je moet je voorstellen gewoon dat we hadden een hele grote hit net gehad onder Paloma Blanca. En dan was in Los Angeles. En ik wilde een keer naar zo'n wedstrijd toe. Ik weet niet even of het Amerikaanse voetbal was. Mm-hmm. Of anders weet ik niet meer. Ja. En in de pauze komt er een muziekkorps het veld op marcheren en die spelen Una Paloma Blanca. En 100.000 Amerikanen zingen mee. En ik zat daar in de bovenste ring in mijn eentje. Ik bedoel, dat is toch wel een van mijn mooiste herinneringen. Gewoon, maar is dat dan niet zo'n moment dat je denkt, jongens, dat is van mij. Dat is van mij. Ja, denk ik zit hier. Dat doet denk dat je opvalt. Dat nee, maar als 100.000... Je kan staan wat je wil, weet je, maar niemand iets ziet. Maar als zoveel mensen dat zingen, dan betekent je dus iets voor ze. En als ze hadden geweten dat jij het was geweest, dan hadden het misschien toch wel iets met ze gedaan. Ja, het deed al genoeg met mij gewoon. Ja, mooi is dat. Dat is toch een fantastische ervaring. Ja. Ja, vergeet niet, deze mannen komen natuurlijk ook uit de tijd van de seks, drugs en rock. Ja, 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 ja. Het was een heel andere tijd waarin jullie hoofd mee dagen. Een beetje wazig. Nee. Wazig. Ja, een nog wazig allemaal. Ik ben vergeten, hoor. Het heeft wat schade aangericht, zo links en rechts. Nou, ik moet wel zeggen dat ik het op zich wel bijzonder vind dat Jan het zegt van Thijs van Leer, dat wil ik nou. Zijn er niet zo erg? Nee, natuurlijk is dat helemaal niet erg. Dat is je goed recht. Dat is prima, ja. Nou, dat dacht ik ook. Maar zijn er ook artiesten waarvan jij zegt, daar werk ik nooit meer mee samen, dat wil ik gewoon niet, want ik heb daar nare herinneringen aan? Of... Eigenlijk niet. Nou, prima. Nee, ik bedoel... Ben je gezegeld, man? Ja, ben ik ook, eigenlijk. Want ik ben sowieso geen type die snel ruzie gaat maken met iemand. Nee, dat geloof ik ook. Als iemand het hoog in zijn hoofd heeft, dan denk ik, ja, bekijk het maar. Weet je. Is er een verschil tussen artiesten van toen en artiesten van nu? Dat denk ik wel. Waar zit hem dat dan in? Wij hadden een andere achtergrond. Ja. Artiesten van nu, die komen meestal van school af. Die hebben langer op school gezeten, hebben meer scholing gehad. En die duiken eigenlijk gelijk het vak in. Ze hebben een opleiding gehad of bij de op een of andere rockacademie of weet ik veel wat. En ik werkte in de haven, ik deed een lopende band. Jan, hetzelfde verhaal, weet je wel. Dus we hebben gewoon een hele andere achtergrond gemaakt. Ja. Ik denk dat wij mentaal wat harder zijn gewoon. Maar ook omdat je alle treden van die showbiz-ladder hebt meegemaakt. Ja. En Leen Huizer ook, Lee Towers, stond ook in de haven. Ja. En ja, mij is ook altijd geleerd, je moet al die treetjes van de showbiz-ladder moet je meemaken. Als je het trapje terug moet doen, weet je niet waar je heen moet. Wij begonnen in tenten en dan speelde je voor het publiek die het helemaal geen hond interesseerde wat je deed. Nee. Nou. Stonden drie sets lang, stonden ze met de rug naar je toe. En de vierde set draaiden ze zich om, want dan waren ze allemaal lam. Dus bedoel, zo begint dat gewoon met een bandje. En zo leer je gewoon. Ik speelde met de cellenrockers door heel de kop van Noord-Holland. Andijk, Grote Broek. Ja, schuit, al die tenten ken ik wel. Dromen. Ja, nou dan. Middenmeer, Opmeer, zo allemaal. Ja. Is er nog één ding wat jullie... jullie hebben veel bereikt al. Je hebt nog niet alles bereikt, hopelijk. Is er nog één ding wat op jullie soort van bucketlist staat? Op jullie lijst van... Ja, als ik ooit nog de kans zou krijgen, zou ik heel graag met die willen spelen. Of zou ik nog dit willen maken of dit nog willen produceren. Of ik heb nog een idee in mijn hoofd. Ik heb nog een lik. De mens wikt.
Ja, en de Heer beschikt. Nou, ik denk dat je gewoon zelf moet beschikken in het leven. Daarom. Toch? Ja, nou ja, kijk, je bent altijd... Jan is altijd ergens mee bezig, weet ik wel zeker gewoon. Ik ben ook altijd ergens mee bezig. Ik heb nu in die hele corona-affaire heb ik een stukje 15 country-liedjes opgenomen. En daar maak ik misschien iets idee van. En misschien ook wel niet. Dus je blijft altijd aan de gang gewoon. Ik ga een theatertour doen, dus het leven is wel gevuld. Zou je voor ons, want we zitten bijna aan de tijd, George Baker... voor ons Una Paloma Blanca willen zingen. Heb je daar nog een verhaal bij dat nummer? Of zeg je van, nou, ik ga het gewoon zingen? Ik ga het gewoon zingen. Die is wel bekend allemaal. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Goed. George Baker hier live on stage. Dat we dat nog mee mogen maken. Dat is toch al vereerd, hè? Die plaat hebben we zoveel gedraaid. Dat was, ook mijn jeugd natuurlijk. Ik heb het helemaal meegemaakt. En toen ik later met mijn vader op pad ging ook... was toch altijd de George Baker Selection... was wel van een niveau ook. Ja, zeker, ja. Absoluut. Absoluut. Het is een nummer 1 hit geweest in 1975. Una Paloma Blanca. Hier is George Baker live on stage. Live hier in de studio dus George Baker met Una Paloma Blanca. Ja, we zitten bijna aan de tijd, jongens. Het is de week van de jaren 60. Nou ja, met dit nummer hebben we officieel de week van de jaren 70 in geluid. Ja, inderdaad. Ja, zal ik eens eventjes zeggen wie we volgende week allemaal hebben, Arnoud? Ja. Dat moet je volgende week. Je bent van harte welkom altijd, Hans. Absoluut, ja. Als we gaan kijken naar de gasten van volgende week voor de jaren 70, maandag gaan we terug naar Tita Tovenaar. Ja. Kennen we wel, tv-serie. Mijn vader is een tovenaar. Paula Major komt langs, de stem van Pippi Langkous, die nog steeds trouwens op televisie te horen is, want dat wordt nog steeds herhaald. Ja. Bram Biesterveld, dus Pommetje Horlepiep hebben we weer. Loekie Knol, we gaan dus naar Hamelen. Hamelen, ja.
Waarschijnlijk hebben wij ook Jacques Herp. Dat mooie Manuela. Als er een hit uit de jaren 70 ook mee moet komen, dan is dat natuurlijk Paloma Blanca, maar ook Manuela. Manuela, inderdaad, ja. Hele volkstammen zingen het nog mee. Ja. Jan Akkerman? Ja. Dank je wel. Net op tijd terug. Ja. Ja. Net op tijd. Nou, op een gegeven moment moet het een keer, hè? Ja. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Ik dacht dat het gewoon... Ik dacht dat we klaar waren. Ja. We hebben nog een paar minuutjes hebben we nog inderdaad om... Maar goed, ik denk wel dat we klaar zijn. Ja. Toch? Zeker. Ja. De week van de jaren 60. Heel erg bedankt ook voor de mensen die een berichtje hebben gestuurd met hun oude foto's. Ja. En hun verzoekplaten uit de jaren 60. Blijf dat gewoon doen, want volgende week zitten we in de jaren 70. De 80, 90 en de zero's mag je dat ook gewoon nog doen. En dat levert nog wat lekkers op ook. Ja, absoluut. Mannen, dank jullie wel. Het was ons een eer. In orde. Dank je wel. Jorgen Beker.